Goedendag, een mooi wintersplaatje hier achter mij vanuit Rente in het plaatje Smeelde. Daar viel regionaal toch meer dan 5 centimeter sneeuw. Wat een wilde. Nou, in andere delen van het land was dat echter niet het geval. Het was voornamelijk bewolkt en er viel soms wat regen. En dan viel het weerbeeld toch wel een beetje tegen. Nou, of het vanavond tijdens pakjesavond droog is voor Sint en Piet, daarvoor gaan we even kijken naar het Duitse weermodel hoe die eruit ziet. Op dit moment hebben we nog te maken met een lage drukgebied boven Nederland. Die trekt uiteindelijk richting Duitsland weg. In het noorden stopt het uiteindelijk ook met sneeuwen. Dat is dan wel even balen zeg. In de loop van woensdag dan gaat de zon vanuit het westen wat vaker schijnen. En gaan die laatste sneeuwresten in het noordoosten van het land toch ook wel verdwijnen. In de loop van donderdag gaat de wind ook naar het zuiden tot zuidwesten draaien. En daarmee gaat het in de loop van donderdag en vrijdag ook steeds harder waaien. Dat is vanavond nog niet het geval. De temperatuur ligt zo tussen 0 en 4 graden. En het sneeuwt af en toe nog in het noorden en oosten van het land. In de rest van het land, daar is echter weinig aan de hand. Woensdag overdag, dan hebben we te maken met een mix van wolken, zon en het is toch wel echt een stuk droger. En de temperatuur is met 3 tot 7 graden echt wel een fractie hoger. Soms trekken er nog wel enkele regenbuien over het land bij een overwegend zwakke tot matige noordwestenwind... Dus een paraplu is misschien nog wel verstandig voor de Sint. De dagen daarna dan gaan we de zon echt wel een stuk minder zien. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar een graad of 10. Het waait en regent daarbij af en toe ook stevig door. Dit was het Weerplaza-weerbericht voor vandaag. Nou, dag hoor.